en personeel teleurgesteld. Miguel Kopinski blikt terug. En leven op een verlaten eiland. Goedenavond allemaal, hier zijn we weer met een nieuwe uitzending van je eigen 10 minuten jeugdjournaal. Het gaat niet zo goed met de Surinaamse waterleidingmaatschappij, de SWM. Het personeel is boos en staakt nu al 5 dagen. Zij hadden 2 weken geleden al een nieuwe overeenkomst getekend met hun directie, maar kregen vorige week plotseling te horen dat het niet meer doorgaat. De Surinaamse regering is de enige aandeelhouder van het waterbedrijf. Dat betekent dat zij alleen kan bepalen wat er in het bedrijf gebeurt. Het is ook zij die nu heeft besloten dat de eerdere afspraken plotseling niet meer gelden. In de overeenkomst staat dat het personeel een salarisverhoging en een uitkering zouden krijgen. Deze overeenkomst was getekend met de directeur van de SWM. We zijn overeengekomen met de directie dat we een loonsverhoging moeten krijgen en een lumpsum. En dat is op een gegeven moment, de directeur is teruggefloten door de aandeelhouders. Ze zeggen ze kunnen het niet betalen voor dit jaar 2016. En tot verrassing van iedereen, we hadden gerekend erop. De uitbetalingen zouden al begin augustus en eind augustus nieuwe salarissen en vakantieperiode. Iedereen had erop gerekend en men is diep teleurgesteld. Ja. We willen dat het gewoon uitbetaald moet worden. Men moet zich houden aan de afspraak die gemaakt is. We hebben een akkoord gesloten na 2 maanden. Onderhandelen hebben we dit bereikt. En dan plotseling wordt het teruggedraaid. Daar waren we liever niet begonnen met onderhandelen. De Surinaamse Waterleiding Werknemersorganisatie is vanaf vrijdag in actie. De afdeling die ervoor zorgt dat jij nog water uit de kraan krijgt, staat nog niet. Ja, dus we zijn nu in beraad, maar we zorgen dat er nog water is. Er komt nog water, er stroomt water uit de kraan. Omdat we dispensatie hebben verleend aan bepaalde afdelingen. Continue diensten, mensen dus die moeten zorgen, de technische afdeling. Mensen die moeten zorgen dat er water uit de kraan komt, die hebben dispensatie gehad. Omdat wij de gemeenschap nu willen duperen. Het is nooit de bedoeling van ons om de gemeenschap te duperen. Het is niet de gemeenschap die heeft daarin teruggedraaid. Het zijn de aandeelhouders. Daarom willen we praten met de aandeelhouders. We willen zoeken naar een oplossing. De werknemers wachten nu op een uitnodiging van de regering om in gesprek te gaan. Ze willen sowieso dat de overeenkomst doorgaat, omdat de directie hen dit beloofd heeft. Als ze niet gehoord worden door de president, dan zal de bond de acties moeten verscherpen. Ook bij de EBS wordt nog gewacht op een reactie van de president. Beide bedrijven, de EBS en SWM, hopen uiterlijk deze week antwoord te ontvangen van hem. In het inheemse dorp Apetina houden de jongeren ervan om voetbal te spelen. Met een donatie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, KNVB, kunnen zij zich nu nog meer voelen als professionele voetbalspelers. De Nederlandse Voetbalbond, de KNVB, heeft enkele voetbalshirts gedoneerd aan de jongeren van het inheems dorp Apetina. Ballen, shirtjes, broekjes en kousen. En het enige wat we heel graag willen is straks een paar hele mooie foto's ervan zien. En dat ze het heel goed gaan gebruiken. Wij krijgen in Nederland ontzettend veel materialen voor onze nationale teams. Maar elk jaar of elke 2 jaar komt er weer een nieuwe lijn uit. En dan maakt de KNVB die gebruikte kleding, of datgene wat over is uit het magazijn, maken ze op via het World Coaches programma. Dat doneren wij onder andere aan Suriname. Ja, dan zijn wij gewoon heel erg blij als we materialen hebben, dat wij die aan ze kunnen schenken. Wat wij hebben gekregen, zoals je daarnet hebt gezien, is boven verwachting. We hadden niet gedroomd om zulke mooie spullen, nieuwe spullen, erg bruikbaar, dat we die zouden krijgen. Dus dat hebben we niet verwacht. In het inheems dorp is niet veel te doen, maar de jongeren houden zich graag bezig met volley en voetbal. Dus het is bijna zeker dat zij zullen genieten van deze shirts. Na 28 jaar eindelijk meedoen aan de Olympische Spelen. Een droom kwam uit voor Miguel Kopinski, die dit jaar naar Rio de Janeiro ging als judoka. Helaas, de wedstrijd verliep niet zoals hij die in gedachten had. Miguel doet al 21 jaar aan judo. Na al die jaren hard trainen is het hem dit jaar eindelijk gelukt om als deelnemer het Olympisch Stadion te betreden. Ja, de dag van de wedstrijd, je staat op, zeer gemotiveerd. Heel goed voorbereid, ik ga naar daar. Ik word uiteindelijk opgeroepen om te vechten. Ik sta in een gang naast mijn tegenstander. Ik steek mijn hand uit. Ik wens hem geluk toe, ook zijn coach. En ja, je wordt opgeroepen, je begint te lopen in die hal. Het geluid dat uit die hal komt,
De eerste drie stappen zweefden mijn voeten even, maar toen dacht ik van nee, dit is makkelijk, dit kan ik aan. En ik ben zelfs verzekerd op de mat gegaan. Dat is ook gebleken, zeker de tijd dat ik heb gevochten, maar helaas ging ik in de fout. Helaas spatte Yigal's droom na iets meer dan een minuut uiteen toen hij een fout maakte tijdens het gevecht. Hij greep naar de benen van zijn tegenstander en dat is niet toegestaan bij judo. Hierdoor werd Yigal gedisqualificeerd. Hij hoopte zelf dat het misschien toch werd goedgekeurd, maar helaas was dit niet het geval. Wat er in mijn hoofd heen ging is, mijn judowereld stort in. Doorzettingsvermogen heeft Yigal na al die jaren hard trainen gebracht op de Olympische Spelen. En doorzettingsvermogen helpt hem om ook nu de disqualificatie te verwerken. Alleen voor topsport is doorzettingsvermogen ook voor alle dingen in het leven. Want er gaan tegenslagen zijn. Je valt om het zo te zeggen, maar iedere keer als je een tegenslag krijgt of als je valt, moet je weer opstaan, harder tegenaan gaan. Dus doorzetting, sport in het leven, heel erg belangrijk. Yigal zelf moet nu ook weer proberen op te staan na zijn tegenslag op de Spelen. Dat lijkt tot nog toe aardig te lukken. Sinds vorige week woensdag staat hij weer op de mat en traint hij weer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik zou niet zeggen dat ik er helemaal overheen ben. Het feit dat ik weer op de mat sta is alvast een sign dat ik er weer tegenaan ga. Als het nou is als coach of als vechter, maar het feit is ik heb niet opgegeven. Ondanks de disqualificatie van Yigal heeft hij zeker kunnen genieten van de Olympische Spelen. Olympisch dorp is geweldig. Het is eigenlijk gewoon een stad in een stad. 30 gebouwen van 18 verdiepingen. Zwembaden, tennisveld, alles had je daar. De eerste avond al ontmoet je allerlei NBA-sterren. Verschillende sporters, tennissers. Eigenlijk de top van de wereld. Wat Yigal nu gaat doen, weet hij nog niet. Hoewel hij vooraf zei te stoppen als actieve judoka, is hij daar toch nog niet zeker van. Nou, ik zou aan de jeugd zeggen, doe aan sport. Als het een Olympische sport is en je wil naar de Olympische Spelen gaan, ga je echt moeten doorzetten. Heel veel moeten trainen, maar belangrijk, doe je best op school. Geef nooit op en je zal het bereiken. Ga je dromen achterna. Deze week laten we je de Olympische ervaring zien van een andere sporter. Wil je weten wie dat is? Blijf dan kijken deze week. In de vakantie ga je allerlei activiteiten opzoeken om je niet te vervelen. Zoals spelletjes spelen op je telefoon of naar de televisie kijken. Maar wat zou je doen als je dit niet had? Emmanuel en Carlos uit Brazilië vertellen hoe zij het doen zonder de moderne apparaten. Não tem padaria, não tem farmácia e não tem carro, não tem moto e também rua. Não tem rua, tudo pedra e o chão que não tem praia, é tudo pedra e porto. Als kinderen willen spelen, gaan zij meestal naar buiten. Om van en naar het eiland te gaan is niet gemakkelijk. Daarom planten mensen vaak in hun eigen tuin of zoeken ze eten in de oceaan. De pescar peixe, eu também já pesco peixe, né? Eu sou criança, mas já pesco peixe já. Eu vou querer Quando trabalhar crescer, e pescar. Eu vou querer ser pescador. Pescador, engano o pai, também vou pescar. Vou pescar pra ganhar dinheiro, pra comprar as coisas pra comer. E também não tem mais. Zo zie je dat je niet veel nodig hebt om het leuk te hebben in de vakantie. Zoek je vriendjes en bedenk zelf leuke creatieve spelletjes of speelgoed dat je zelf kan maken.
Doe wel heel voorzichtig op straat. Dat was het vanavond. Fijn dat je hebt gekeken. Wel te rusten en tot morgen. Doei!